belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Exceptioneel, vers van de pers. In de maand april van dit jaar zijn op Curaçao 71 mensen overleden die waren besmet met het coronavirus. Dat is verreweg het hoogste aantal tot nu toe. Sinds het ontstaan van de coronacrisis zijn er niet zoveel mensen in één maand op Curaçao overleden. De stijging is ook duidelijk te zien in de overheidscijfers van het aantal doden op Curaçao. In vergelijking met vergelijkbare maanden vorig jaar en dat jaar daarvoor is er een daadwerkelijke stijging te zien van het aantal doden, zo schrijft de Extra vandaag. Curaçaose overheid heeft gisteravond de meest recente coronacijfers gepresenteerd. Daaruit komt naar voren dat er woensdag in totaal 17 personen positief hebben getest. Hiervoor zijn meer dan 400 testen gedaan. Tegelijkertijd zijn er 107 mensen hersteld. Het aantal actieve besmettingen bedraagt nu 609. Er liggen nog 57 patiënten die zijn besmet met corona in het CMC ziekenhuis. Daarvan liggen er 29 op de intensive care. Tegelijkertijd liggen er nog 4 Curaçaose patiënten op de IC in Aruba. Woensdag is op Curaçao in het CMC 1 coronapatiënt overleden. Agua y corriente es esencial para nuestra vida diaria. Y pensé en Agua Electra, ta honra di por sirvi y di contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos tanki, pa cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrarnos nuestra gratitud ofreciendo un compensación. Vou prosseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/danquinabo ou chama 0800-0135. Muito nos contribui na um melhor sol. De gouverneur van Curaçao, Lucille George Wout, heeft gisteren Chester Peterson verzocht om als formateur over te gaan tot de vorming van een kabinet dat de steun heeft van de MFK en de PNP. Het nieuw te vormen kabinet dient volgens de gouverneur te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het regeerakkoord. De gouverneur heeft als belangrijke onderdelen voor het regeerakkoord genoemd armoedebestrijding, herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstand in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en aanpak van de criminaliteit. De partijen MFK en PNP zijn van plan om morgen rond 3:00 middags het regeerakkoord te ondertekenen. Dat heeft de voorzitter van de MFK, Citré van Heijdoorn, gisteren laten weten. De partijen hebben steeds als streven gehad om voor het eind van de maand een regeerakkoord af te hebben. Volgens Van Heijdoorn liggen de partijen op schema. Duidelijk is wel dat de nieuwe regering niet op 11 mei kan aantreden, zoals de partijen lange tijd voor ogen hebben gehad. Dat heeft te maken met de screening. Volgens Van Heijdoorn heeft alleen al de screening van de nieuwe formateur Chester Peterson bijna 2 weken geduurd. En nu moeten alle ministers nog worden gescreend. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse restaurant to give you the best service you deserve. Op Curaçao is een discussie ontstaan over de verkoop van een deel van de goudvoorraad van de centrale bank. Dit naar aanleiding van vragen van staatslid Charles Cooper aan de minister van Financiën. De centrale bank van Curaçao en Sint Maarten heeft aangegeven dat ze inderdaad overwegen om een beperkt deel van de goudreserve te vervangen. De bank verwacht besluitvorming hierover in de zomer af te ronden. Maar de centrale bank benadrukt dat alleen besluiten zullen worden genomen waarbij de stabiliteit van de gulden gegarandeerd blijft. Twee Colombianen en een Venezolaan zijn gisteren officieel in staat van beschuldiging gesteld voor een poging tot smokkel. Dat meldt de Extra vandaag.
Het gaat om 217 kilo marihuana dat de drie op 24 maart van dit jaar aan land hebben proberen te brengen. De drie werden door de kustwacht onderschept op een boot dicht bij de kust van Curaçao. De drugs werden in de Mondi van Santa Cruz aangetroffen. Uit onderzoek is volgens de politie nu gebleken dat de drie mannen hiervoor verantwoordelijk zijn. De zes Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk gaan nauwer samenwerken. Daarvoor hebben ze gisteren de Dutch Caribbean Corporation of Airports opgericht. Dat gebeurde tijdens een virtuele bijeenkomst van de directeuren van de zes commerciële luchthavens op Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Bonaire, Curaçao en Aruba. Het doel van de organisatie is om de algehele kwaliteit van elke luchthaven te verbeteren. Tijdens de ondertekeningsceremonie hebben de directeuren afgesproken om eraan te werken dat de Caribische regio een koploper wordt in het testen en stimuleren van elektrisch vliegen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.